Hallo, Fawaka mensen! Welkom bij deze nieuwe aflevering. Aflevering 112, 112. En of we 112 moeten bellen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat zien we waarschijnlijk na het intro. Want Irma, jij hebt wat aan je Achillespees, hè? Wat? Tot aan het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, terwijl eigenlijk ons geweldige goede team, sterke team aan het bouwen is hier ook aan... nou ja, kijk eens, ze staan ook allemaal stil hier. aan de gebouwen en de vernieuwing aan, aan de attractie. Maak Irma en ik eventjes hier een intro scène. Dat is eigenlijk een beetje een diepte. Je hebt wat licht gemaakt. En het leek me leuk als we een laagje maken hier. Zo. Mm-hmm. Met een watervalletje inderdaad, wat stroomt. En dat stroomt dadelijk op dat hier zo. Wacht even, ik zal het even afzetten. Kijk, nu stroomt dat helemaal daar naartoe, zie je het? Oh, wow. Dan heb je een beetje lagen, hè. Dan kunnen we hier op de vloer kun je dan een laag maken nog van water. Dit moet een soort, daar komt het water dadelijk op. Mm-hmm. Kijk hoor. Alles vullen hier. En dan maken we dat niet zo heel diep. Maar het is gewoon een kleine scène waar je langs komt. Kijk, dat doen we hier zo langs. Zo. Ik doe ook een beetje met gras, denk ik, bekleden. Ik weet niet hoe we dat doen. En ook een beetje met stenen? Ja, met stenen denk ik eerder, ja. Kijk hoor, ik zal het eerst even afzetten met leaves. Ik doe even replace leaves met een andere... Met cobblestone of zo. Of stone. Ja. Oh. Ja, lek, sorry. Ja. Klein lekstootje. Hebben we vaak. Even kijken hoor. Wat wel weer het nadeel is met leaves, is dat je ze altijd met de hand moet plaatsen. Ja, dat wel, ja. Ja, met World Edit verdwijnen liefst. Dat is mensen voor World Edit een tip inderdaad. Oh, komen wij dan nog in, Irma? Kompas. Maar ik kom pas. Kompas. Oké. Okay. Ik gliep er gewoon in. Van een opening. Komt ja. Van pas. Komt. Nee, dat kompas komt goed van pas. Ja. Oké, replace leaves. En waar had jij het idee in? Cobblestone is 4. Gewoon cobblestone invullen, ja. Stonebrick? Sandstone? Stonebrick. Stone. Even nee, 98 dubbel het 1. 98, zo, ja. ja. Zoiets, hè? Ik hoor iemand heel te met de... Hier zo met de vervelend doen, hier. Wie zit die vervelend te doen? Op zout hier. Ze zitten met de deuren daar. Ugly. Ugly apen. Appies. Kijk, het is wel leuk dat je hier inderdaad heel diep ver kan kijken. Mm-hmm. Misschien even inderdaad een klooster. Hadden we een kloosternetje hier? Het lijkt zo donker, joh. Ik heb hier een kloosternetje. Ja, eerlijk. Kijk. Beetje licht. Don't. Even kijken, kunnen we hier nog wat blauws op gooien? Ja. Easy. Zo, hoppakee. Hoppakee. Oh, is die niet te ver nu, de waterval? Bedenken we wel. Ja, hè? Is iets... wacht even. Oh. Even een mooie waterval maken. Ja, het kan je het beste met inderdaad... zoiets doen, want het, ja, kijk hoor, het water stroomt altijd heel vervelend, hè, af en toe. Nou ja. Ik kan haast niet werken met water, ik snap ook niet waarom we dat eerder niet hebben gedaan. Kijk hoor, zoiets, kijk, dan valt het naar beneden, dan kan je nog wat van de scène zien. Kijk, dit is gewoon een vlakte, denk ik. Zo. Dat is wel leuk. Ja, dan kunnen we hier nog wat bouwen. Zullen we hier wat bouwen, terwijl het wel even nog geen water stromen? Ja. Misschien wat met fijns doen of zo, een beetje een grotachtig idee. Oh, ik hou van grotjes maken. Ja. Grotten. Wuipgewotjes. Oeps. Zal je even wat liefst plaatsen, dan een beetje de kan bedekken zo. Ja. Je hebt het idee of ik de hele tijd in de weg vlieg? Nee hoor. Oh ja, dat is dat is al de bovenkant. Ja, het is echt heel erg... heel Dat wordt dan maar met de slabs. Een beetje dit erbij zo. Takje ook, een beetje boom en zo nog. Toch een beetje piraten idee. Zo. Kan ik al wat water dumpen, denk je? Dat denk ik wel. Ja? Gewoon even om te kijken hoe het eruit ziet. Wacht, kom eraan hoor. Oei.
Oh, schattig. Dat is wel leuk. En dan kunnen we dat hier, als ik het hier fixt. Zo, met 10. Dan blijft het één vlakte zo. Kijk. Oh, dat is leuk. Dat is wel leuk. En misschien kunnen we hier wat, omdat we natuurlijk wat vensters plaatsen met van die skelettenkoppen erop. Is dat niet een beetje liguber? Ja, dat is misschien wel leuk. Oh ja. Oh. Hier zo'n skelettenkop. Skeleton. Dat misschien ook een wither dadelijk. Kijk. Wither. Zo. Weet je Pirates of Caribbean, hè, idee, hè? Die heeft dat ook, ja. Hè? Die heeft ook van die skulletjes. Misschien kunnen we hier ook een paar doen nog. Zo, dat... Kijk, die zijn allemaal gedreven, deze... Kijk, hoppakee. Die drijven ook hier allemaal in dat water, joh. Ja, een beetje gewisselig. Ja, zo'n grot waar ze allemaal van die skeletten dumpen, weet je wel. En misschien kunnen ook een kopwebje in het water. Lijken net een karkas van een... hè? Zoiets. Oh, dat verdwijnt natuurlijk. Nee. Oh, nou dan maar een beetje spinnenwebben. Karkassen, die hangen op hier. Ja, alsof hier niemand is geweest de komende 1000 jaar. Echt, hè? Ja, inderdaad, ja. Dat is wel gaaf, joh, deze scène. Dat vind ik wel opgepoetst. Ja. Hè? Opgepoetst. Ja, dit is misschien ook nog wat lees. Ja, kan ook. Dan ga ik even door in de attractie en dan kom ik zo... Komt Emma wel helpen, denk ik. Hoop ik. Okay. Ik ga erop duim. Nou, dit is natuurlijk de meeste sandstone altijd hier. Even kijken, hoor. En dit is Rowie. Hallo, Rowie. Hallo. Oh, je bent het ja, ik ben een beetje aan kijken. Dit was, volgens mij was dit het oude huisje van Jan Smit. Weet je nog? Ja. Jan Smit. Nee, dat was toch daar? Nee, hier, absoluut hier. Jan hier stond hij vroeger. 100%, ja. Ik kan het 100% herinneren. Hier stond Jan Smit, ja. Ja, ik ben even aan kijken hoe ik het leuker kan maken. Oh, hoe gaaf dit, joh. Dit is al heel mooi, maar als mooi, ik dan Dennis. Naar Blauw Ballet kijk en naar mijn huis, dan denk ik, oké, laat maar. Ja, andere bouwstijl, maar dat hoeft dan niet per se lelijk te zijn, Roy. Ja, maar... Je hebt niks te maken. Ik ga wel ergens anders. Nee, hij hoeft niet. Onder de grond. Nee, Roy, kom maar. We gaan even verder hier. Dit is natuurlijk het tweede scènetje. Hier zo, kijk, dit vind ik al een hele mooie scène, omdat je zeg maar een dubbele... kijk, dat heb ik nog nooit in een attractie gedaan, alleen bij deze zie je dat. Dat je zeg maar een verschil ziet tussen de... de hoogtes. Er zit een extra dubbel laagje op, waar je dus wat gave dingen hier op kan doen. Skelettenhoofdje, ik weet niet of je dat goed kan zien als je hier vaart. Ik denk het wel, ja, je ziet dat wel. Gaaf hoor. En hier ook eentje. Die zie je ook nog net als je binnenkomt. Gaaf hoor. En York speelt altijd mee. En hier wat skeletjes. Mag wel een beetje liguber zijn, weet je wel? Is die nieuw? Wie? York? York staat echt heel lang al. Heel lang. Echt heel lang. Vanaf het begin. New York, ja. York staat heel veel in de attractie ook. Ik geloof een stuk of 3 keer of zo. Ja. Kijk, nou, ik ga nog even verder aan dat winkeltje of dat huisje wat ik had gemaakt hier. Kijk, ik kom hier binnen zo. En misschien wel leuk hier dit gebouwtje, Roy. Dit mag misschien ook wel een beetje aangepast worden hier. Ja, was ik. Ik haal wel die NPC weg, want dat is gewoon een dikke skin. Dikke Steve skin. Echt, hè? Ja. Gelet. Maar dit hoekje, ja. Dit hoekje wil je een beetje aanpassen, ja. Dat is misschien leuk. Ja, ik ga even weg, ja. Een beetje blobbelet style. Maar dit is ook wel leuk, dit met die seats inderdaad. Dat kan je ook wel leuk doen. Dan moet je eigenlijk met potsel, toch? Kan daar seats of niet? Nee. Nee, gewoon dirt. En dan met een hoe. Ja. Oh, we gaan nog ook farm hier, joh. Ja. Ja, joh. Oh, met mijn hoe gaat er vandoor. Oh! Ho, ho! Ho! We gaan hoog. Shit. Hij ligt er nog. Echt? Oh, nou, ik heb een nieuw gepakt. Echt, ze zijn gratis. Wauw. Dan pak ik hem wel. Is goed. Dat nog in één. Anders pak jij hem gewoon in, maar. Ja. Dat is hoe. Kijk, dan ga ik dit gras ga ik veranderen. Hier, die boom staat hier natuurlijk. Ik weet niet waarom die boom hier staat. Die haal ik even weg. Die wil ik ook een beetje veranderen hier. En hier wil ik een beetje een farm maken. Dus of is dat niet leuk? Nou, ik snap sowieso niet waarom ik dit groen had geplaatst hier bij een gevangenis. Dat vind ik heel graag in ieder geval, nu ik het zo precies. Dus hier kan ik gewoon best een huisje maken of zo. Ja, dan wordt het misschien iets te afgesloten, hè? Op zich is het wel mooi, dat is wel spannend. Het opener is.
Wel spannend, want je komt nu die hoek binnen en naast die hoek zie je gelijk dat skeletje. En anders zie je het skeletje al vanaf hier. Nou, op open is ook wel leuk, inderdaad. Ja. Ik zou je dan een farm kunnen maken met fans. Gewoon afzetten. Ja, met de iron bars. Gewoon een beetje... Oh ja, is goed. Ja, dat hoekje is raar, ja. Kijk hoor. Oh, oh. Zo, een beetje farmen, een beetje survival hier. In onze land. Survival. Dan geef ik gewoon een boom, joh. Doe gewoon een beetje cheaten. Naughty. Niet cheaten. Ja, dat mag ik. Mag niet. Oh. Mm. Gewoon een beetje oogst, ik weet niet, vond wel grappig joh. Misschien een skeletje ergens in het midden in dat veld. Oh ja, een kopwebje en dan een skeleton hoofd erop. Of gewoon een beetje verstopt. Oh zo ja. Kopweb zit hier ook weinig joh. Ja hè? Dat mag ook wel aardig wat. Hierboven vooral aan de bovenkant hier. Ja. Okay, dan natuurlijk die spinnen, die zijn natuurlijk lekker, die houden van die... kleine doorgangetjes. Maar vroeger hadden we altijd dat er een beetje water stroomde hier. Ik weet niet waar dat is, maar vroeger had ik hier een watervalletje. Even kijken, hoe had ik die nou laten stromen? Moet ik even kijken, want hier dat weet ik nog 100% zeker. Hier had ik een water van die stroom hier. Maar ik heb het niet gezien hier. Oké, wat apart. Ja. Ja, als ik de video's terugkrijg, moet het er zijn. Oké. 100%. Kijk hoor, dan gaat hij zo. Kijk, hij zou dan zoiets als dit moeten doen. Kijk. Zoiets. Ja, dat is wel leuk. Ja. Dus het stond ook precies nog een beetje in die maat hoor, dat het daar moest vallen. Ja, dat is wel gaaf joh, apart. Het is ook een beetje een waterattractie, dus dat is wel gaaf. En misschien dat Leroy, dat we dan een keer even geluidjes kunnen toevoegen aan deze baan nieuw, erbij. Ja, dat is wel fijn. Dat maakt het wel een upgrade weer hè. Ja, dat kan ik wel een keertje instellen. Gaaf joh, ja dat is goed, prima. Kom even hier zo verder even. Het is heel donker hier, maar dat maakt niet uit. Heel gedoe is zo'n attractie opnieuw renoveren, hè? Het is wat, maar die scène is wel hier leuk geworden, hè? Hier beneden. Het is wel een klassieker, ja. Hè? Het is echt een klassieker, ja. Ondergang. Nou, hier kan ik geen paddenstoelen plaatsen. Oké, paddo's. Aflevering 1, hè, dit. Anders moet je een potsel even plaatsen daar hier, maar... Oh ja, dat kan ook. Kijk, hier zo, ik plaats wel voor je. Oh. Oh, thanks. Misschien, ja, even kijken, dat deurtje. Kun je hier nog wat details doen, inderdaad? Even kijken. Misschien wat de houten buttons ook een beetje, en van die... Even kijken, je hebt niet van die... ja, met vensters kan je dat een beetje doen, ja. Fans. Nee, dat staat niet. Zo, onze meeuw is lekker bezig. Lekker joh. Leggend. Zo. Ik vind het nog wel leuk uitzien joh, dit. Onze meeuw probeert op te stijgen, denk ik. Ja. Niet zo doen. Wauw. Wat zei je? Wauw, hier staat een bierglas. Ja, daar heb ik net geplaatst. Nooit gezien. Waar zo? Dat bierglas, echt. Kijk hè? Oh, kijk nou joh. Voor het eerst dat ik die zie. Waar ben je dan? Ergens in de buurt? Bij de TPO Leromeins ben ik. Oh! Dat is echt leuk joh. Een bierglas! Ik wist helemaal niet dat die heb nooit gezien. Zo is dat een player hè dan? Ja? Ja. Oh, leuk joh. Wat gaaf. Uitkijk, je weet, uitkijk met play-out, maar eentje is eigenlijk kwaad op zich. Notch staat hier ook in. Nou, Notch haal ik hier wel uit. Notch vind je uit. Kan je nog wat voor me doen meteen? Ja, kan. Kan je deze NPC weghalen, want zeg maar, als deze omhoog gaat, dan zie je hem als uiteindelijk nog niet. Ik kom even naartoe, TPO je herkennen en zo. Waar heb je het over, jongen? Deze, want zeg maar, als deze één blok omhoog gaat, komt hij net hier zo. Kom uit. Oh, piraat! Oh, dat was piraat! Toen wist je nog niet dat je ook uit de spelerskins kon gebruiken. Ja, zo. Echt hè?
Dat werd nog stijf. Ja, er zitten hele oude NPC's in, ja. Inderdaad. Dan komt dat de hele attractie is ook echt, ja, oud. Oh, die kopweb moeten we hier, ja, die kopweb kan geen kwaad lopen, hè, zo daar. Ja, vet. Dat is wel leuk gedaan, joh. Een beetje misteffect tussen daar doorheen. Deze huisjes dan. Mogen wel weer gerenoveerd worden. Deze. Ja. Die moeten we echt even weghalen. Die zien echt. Ja, die aan de buitenkant zien er leuk uit, maar dit middenhuisje, dat is echt heel ugly. Ook dat de baan, zeg maar, hij komt er net tegenaan, de baan. Dat moeten we even uitkijken dat dat. Ja, dan kunnen mensen het huisje aanraken, hè? Ja, dat moet. Ja, inderdaad, realistisch zie je wel, ja, inderdaad. En dan kunnen mensen weer handen breken en zo. En dan moeten we weer naar de EHBO en reanimeren. Ja. Brancard, weet je. Altijd brancard. Sowieso minimaal brancard, dat is altijd zo. Ja. Het is ook een beetje een sfeer ligt bij mij in mijn kamer. Is het ook een beetje dark licht, een beetje spannend licht ook bij mij. Oh. Dus dat hoort wel echt bij de attractie een beetje thuis. Ja. Spannend hoor. Ja, spannend. Oeh. Maar echt iets te spannend hoor, dit. Ja, sorry. Ik heb er nog net geen ligubere muziek bij. Ik krijg rillingen nu al een beetje hoor. Is dat zo, ja? Ja. Is het niet vet om hier een draaikolk te maken of zo, joh? Als het kan wel. Als het mag, wil ik die heel graag doen. Als het... Ja, dat maar dan mag moet ik de baan wil ik wel aanpassen dan. Ja, dat is misschien wel vet, joh. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ach, die Emma ook. Ja, nee. Ja, voor een heel zielig jaartje uit, weet je wel. Ja. Dat is wel mooi, man. Vroeger kon je gewoon deze attractie in via het water, ergens anders. Moest je helemaal onder het water door en dan kwam je uiteindelijk in de attractie uit, omdat er geen... Het water was, zeg maar, direct de oceaan gebouwd. Ja, klopt. Ja. Dat was ongelooflijk, ja. Dat heb ik een maand geleden dat volgens mij helemaal aangepast. Klopt, ja, je hebt dat inderdaad aangepast nog. Inderdaad, je kon heel de oceaan onderzwemmen. En dan kon je zo in de attractie, inderdaad. Dat was heel grappig. Ja. Ja, grappig. Nou, ontzettend leuk. Het was zeer amusant. Ja. Ik doe even een drain hoor, even een kleine drain. Dat ben ik te veel. Just commit far out in the rain. Drain. Let it drain. Let it drain, let it drain. Gosh. Maar dit was vroeger ook het oude baan circuit, dat hield. Dat maakt het wat sneller nog. Kijk hoor. Ik maak wel even een, je weet wel. Een draaikop. Ja. Mijn specialiteit, ja. Mijn Miranda zegt ook altijd, pa zegt ze, zoals jij draaikolken maakt, ja zo maak je draaikolken, hè. Weet je, Miranda. Miranda zegt pa, zegt ze altijd, hè. Ja, maar ben jij Miranda? Ja, Miranda zegt pa, zegt ze. Wat? Jammer dit, wordt weer serieus genomen hier. Nee. Heel erg teleurgesteld. Weer teleurgesteld. Het is echt ontzettend donker. Wat zeg je? Herman! Hi! You're alive! This is your triumph! I'm making a note here! Still alive! Ja, maar still alive! Ding is er! Ja, nee, maar. Welkom in de video! Welkom in de video, Herman! Hallo! Hallo, hoe gaat het met jouw guppenkop? Moe? Moe, ja. Ja, dan heb je heel dag niks doen, hè? Ja, ik mag het zeggen, jongens, ik heb een copyright bij hem. Yep! Oh. Ik weet het niet. Lul mezelf er maar uit. Nee. Weet jij nog, nu we het over lul. Dit huisje. Wat? Wat wij toen aantroffen in dit huisje. Je moet me even helpen hoor. Wat... Weet je dat niet meer? Nee, vertel. Een hele grote roze ding. Ja. Een hele grote piemel. Om het zomaar even netjes te zeggen. Nee, wat stond echt. Stond er gewoon. Stond gewoon in dit huisje, echt. Ja, was een hele keurige net piemel. Ja, maar. Was... Nee, maar dat mag gezegd worden. Maar. Volmaakte. Echt van. Een volmaakte. Van wie nou, was die ook alweer? Of die mals ja, dat weet ik niet. Dat laat ik aan de experts over. Maar. Rowie? Hoe vond jij hem, Rowie? Ja, vond je hem ook mals? Nee, maar jongens, om een gek verhaal kort te maken. Oh. Stond dus een. Het was een. Ja. Ja, het was gewoon een grote. Dikke pik. Een dikke? Nee, dat is dubbel op een dikke pik. Dat... Ja. Zo nu doen ze dat in België misschien, maar hier doen we dat niet. Nou, ik heb een draaikolk gemaakt. Jullie zijn ze niet dikker. Oh, shit. Ja, maar ik vind het wel heel eentonig hoor.
Ik weet niet, ja, je moet even komen kijken of die... Het is wel leuk op zich. Je zou nog iets in kunnen doen met... Maar dit huis moet sowieso weg. Dit huis moet sowieso weer weg. Oh, weg. Dan kan ik het bouw... Ik maak hem toch iets anders. Ik maak hem toch wat meer ronder. De baan gaat dan ook wat aangepast worden, zeg maar. Ik vind het helemaal goed. Dan gaat hij er... Hallo, dan gaat hij er wat meer rond omheen. Hallo Giovanni. Leg uit aan mij. Waarom ben ik bij jou? De lever voorbij. Kush voorbij. Ik ben vergeten, ik heb het nog in de video. En dan kan, hallo. En dan kan Kenzo misschien instellen, want hij is van de speeds, ja. Dat je steeds sneller gaat in die draaikolk een beetje. Maar dan kom je in een nieuwe scène. Zie je hier aan de speed? Jongens, hij zit hier aan de speed. Wat domme Kenzo. Leer nou eens af, Ark. God van Ark. De Ark van Noach. Ik kan hier ook wel inzetten, de Ark van Noach. Ja, ik zit jou er eens als een monument naast. Ja, dan kom maar hier. Nee. Monument in je broek. Schrijf maar van. Schrijf maar hier. God, gaan we weer. Ik doe dit world edit hoor, want ik ga niet continu al blokje voor blokje verwijderen. Dat... Nothing. Dat is ambacht. Dat is... Goed. Ambachtelijk slopen. Ja, ambachtelijk. Ja, dan moet je het niet donker maken, want dan zie ik niks. Nee, sorry. ik doe wel de zaklamp aan, Leroy. Ja. I'm making a noise. Hi, Dennis. Waar ben je dan? Oh, daar. Hallo. Ik rook al iets vis achter. Nou, dan is het niet hier, maar hoor. Dan is het Robby. Zeg maar even, ik zeg maar even niks, jongens. Ik zeg maar niks. Heel wijs, heel wijs. Hij leert het nog een keer. Hij leert het gewoon. Zo. Wat was dat dan? Robby, zit er wat in je neus of zo? Sorry, ik kwam per ongeluk aan het verkeerde. Oh. Ik dacht dat is die vis van Irma die in de neus zat, maar... Nee, dat is inmiddels een visstick. Ja, ik denk dat ik een visstick. Zo flauw. Nou. Je mag gewoon in dit boekje. Ja, het vieze boekje. Vieze mannenboekje. Malse boekje. Het vieze boekjes. Vieze boekjes. Oh, klik, ik heb klik nog een beter idee, maar dan moet u wel mee eens zijn. Dus ik wil daar best wel iets nieuws proberen. Nee. Okay. Ja, absoluut niet. Nee, ik ben boos op je. Ja. Kom ik ga, je ga, ik, ken jullie toevallig de draaikok in Bobbialand? Ja. Ja. Nou, het lijkt mij leuk. Lijkt me leuk. En kennen jullie ook in Duitsland de Rivercraft? Of de River, hoe heet die? Riverquest? Ja. Ja. Nou, zoiets wil ik ook gaan bouwen. Dat je inderdaad een rondje gaat en onder de grond gaat. Dat is misschien nog leuker. Ja, dat is leuk. Ja, vet. Eens, hè? Ja. Zo dus wordt hij wel nat, deze attractie. Eend. Word je wel nat, ja, klopt. Meeend. Meeneem eend. Meeneem eend, bij de Chinees, Peking eend. Lekker, dat is nog eentje. Oh, dat heb ik nog gehad. Echt? Ja? Ja. Ik heb jou ook gehad. Ik heb me verlaten. Hebben ze je hier aan geholpen of hadden ze er geen medicijnen voor? Nee. Nee. Wacht, jammer. Wat? Wat het over Peking heet, en dan zegt Herman, ja, dat heb ik nog eens gehad. Ik zeg, nou, als ze daar een goede medicatie voor hebben, is het vervelend. Ja. Laat ook maar, weet je. Als je het uit moet leggen, hou je mond maar gewoon. Hou je mond maar gewoon, ja, dat is beter. Ik ben al weg. Doei. 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 Tot, en zeg altijd, tot horse. Vind ik zo misselijk. Daar word ik misselijk van. Ja? Tot horse, tot horse, tot horse. Dat zegt hij in Skype altijd, die achtelijke vrouw. Of die man. Nee, die vrouw zegt dat toch altijd? Ja, klopt. Tot horse. Oh man. Baan zegt ze zoals zij tot horse zeggen. Nou, zo lus ik er nog wel 10. Tot horse. Ik eet lust. Ja, absoluut hè, man. Ja, ben ik ook wel van gewend. De barbecue als claimen. Oh, doe normaal jongen, dat was maar één persoon. Zo, was maar één fles op. Alles geclaimd. Dat is één fles maar. Heel dat huis geclaimd. Nee. Was zelfs een hele bakplaat. Zelfs die kat geclaimd. Kat! Chantal. Ja. Hoppa kat. Die is ook kattig doen. Miauw. Miauw. Miauw bosje. Gaat het? Mama, heb je de blad eraan? Oh ja, mama chicken, mama de kou, schattig. Wil je dat zeggen?
Wat een gedoe doe ik nu, jongens. Het wordt echt heel anders. Ik ga het ook niet allemaal laten zien in de video. Dat moet je gewoon zelf gaan zien in de attractie. Als je nog eens een keer langs wippen. Wippen. Nou ja, hoeft niet per se wippen te horen. Kan ook gewoon lopen. Dat deed ik about spillen mee ook. Dus dat maakt dan ook weer niet uit. Ja, maar toen ging het mis. Oh ja, klopt. Want die paddenstoel was niet zo stabiel. Ja, of hij was gewoon veel te zwaar. Dik. Ja, inderdaad. Dik. Dikkie dik. Dik. Hij was vatsig. Ja. 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 Net zo vatsig als je kooltrui. Die kooltrui? Ja, die kooltrui zijn ook echt heel dik. Ja, ja. Oh ja. 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 Ja, nee, daar kan je weinig aan doen hoor. Nee, ja, maar. Hier. Jawel eens. Zit er dik in? Dat is geen kooltrui. Oh ja, kool. Ja. Nee, dat is andere kool. Je hebt er maar geen kaas van gegeten, hè? Voor Nederlander is dat raar. Kaas van gegeten? Je hebt echt geen kaas van gegeten voor me. Nee, ik liet altijd het kaas van mijn brood eten. Dus maar je moet kijken hoe we dat doen met het stromen van water. Dat het niet in de inkom, zeg maar, in die attractie. Als je onder de grond gaat, onder het water door. Dus dat... Oh, maar dat is zo te doen. Ja. Schattig. Ja, zoals het anders, hè. Kijk, dan moeten we groter maken. Ik ben wel even nieuwsgierig, hoor. Nee, kst, kst, kst. Ik zeg wat te proberen. Vlieg op. Trip, trip. Alleen maar even kijken. Kijk, het is zo, zeg maar, dit is afgesloten vanaf hier. Kijk, dit is de portal. En als je hier, zeg maar, doorheen gaat, dan kom je in één keer onverwachts in die draaikorkel terecht. Dus ja, het is zeg maar zo. En vanaf hier ga je ineens, vanaf hier ga je die bocht maken hier. En dan ga je hard zo. En dan ga je erin zo. En gaaf. Kan hier dan nog niet eentje lager? Oh nee, dat kan natuurlijk niet vanwege die draaikorkel. Nee, laat maar. Haha, we proberen aan te bereiken. Niks! Oké. That's okay. I don't know, so. It's okay. I will protect you. Shot. Niks. Schattig. Joey staat hier ook echt zo mooi op die plank. Ja. Dat is echt top. Het staat er nog steeds. Ja, hij staat er altijd. Ja, en het verbaast me nog steeds dat die plank niet is gebroken. Oh. Nou, ze staat mooi stil hoor, dus dat komt het gewoon doen. Leroy, die plank ververs om de week, want... Oh ja. Ja, hier staat ze inderdaad, hier staat ze. Ja. Maar ze staat ook net op het nippeltje. Nippeltje? Van Nederland? Nippeltje? Ze staat er eigenlijk af, hè? Hoe zeg je dat? Nippeltje. Nippeltje. En hier heeft ook iemand, moet je eens kijken, hier heeft iemand gewoon random wat. Tim is doorheen hoor. Tim is doorheen, niet kicken. Ik heb hem expres er doorheen gelaten. Kick Tim! Weg! Tim, hoe kom je hier binnen? Hier, cheat! Ja. Cheat! Hex, live in de video! Kick, man! Schattig. Schattig, ja, echt schattig hoor. Ja, als jullie gebad zijn, is het helemaal niet negatief. Ik vind het gewoon schattig. Ja, ja. Ja, daar moet je het dan mee doen, hè? Ja. Ja. Welkom in België. Wat? Nou, we zijn in Nederland, denk ik toch? Nou, ben jij in Nederland? Ik ben Nederlander. Net wat je prepareert. God, dat heb ik echt al heel lang niet meer gehoord. Ja, Robin zat hier op reis. Ja, Robin is het niet. Ja. Je weet wel, ik wou proberen, mensen. Ja, ik weet het. Jullie zaten al te zijn over Vincent. Dat gaat niet lukken, ik weet het. Maar het lukt er niet. Klopt. Keihard aan het reetje voor dat beeldscherm. Nee. Ik hou het netjes. Hey, ja, die kijkers, hè? Oh ja, die kijkers, ja. Ja, ja die bekijken het maar. Nee. Ja. Flauw, jongen. Flauw weer. Zicht. Helemaal niet zo, hè? Gewoon. Dan zou al die kijkers doodgaan, dan heb je wel veel like. Likes. Nee, dat gaat te ver. Ja, te ver. Jammer dit. Ja, wat nou? Zeg jij met je kabouter spullenbeen gebouwen? Ja. Wat? Ja! Dat weet ik veel. Ja, Kenzo. Ja, Kenzo. Ja, Kenzo. Oh, dat ding. Kenzo. Dat Kenny show, hè? Dit is mijn shop. dat Kenny show, hè? Langer. Ja. Nou, ik heb hier al geprobeerd, iets nieuws. Ik dacht, nou, dat is leuk, de baan een beetje aangepast. Hier ga je onder de grond, onder het water, zie je een leuke grot met allemaal piratenlijken misschien, die hierop zijn gebaard. Dan ga je naar boven toe en dan ga je door dat dorpje waar kapitein Haak met zijn schip zit. En daar kom je het einde van de dingen. Dat is weer eens wat anders, hè? Ja.
Ik nou mensen, ik ga de video afsluiten en dan gaan we verder bouwen hier. Ik zeg bedankt voor het kijken iedereen en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van DisneyCraft. En bedankt het geweldig team dat jullie weer... Ik ga nog even één rondje nog vlug. Ik ga even door de attractie, want even stiekem kijken wat er nog allemaal bij is gebouwd. Ik zie, hier is wat aangepast. Beepster is hier bezig geweest met aanpassingen. Wat heb je gedaan, hè, Beepster? Ik heb wat fine, zie ik. Ja, inderdaad, hebben we wat diepte aangebracht met dit soort stone walls bijvoorbeeld. Oh ja, gaaf. En het was vooral heel erg eentonig met dat cracked stone brick. Dus dat heb ik een beetje aangepast met wat cobblestone er tussendoor. Tof, jongen. Dat soort dingetjes. Heel spannend. Even kijken. Kijken we hier zo. Hier heeft Dennis ook een heel schön gebouw gemaakt met een beetje Arabische Aladdin gebouwtje, zie ik. Dat is inderdaad heel vet. Een beetje van die kelders erop. En ook heel gaaf dit. Wow, heel erg vet aangepast. Ik zeg, wil je weten hoe het compleet wordt aangepast? Kom gewoon even in de server kijken. play.disneycraft.nl. En vergeet ook even niet het forum te checken voor de mensen die het niet weten. www.davinstaforum.nl. Link in de beschrijving. Ga even kijken, want er staan soms exclusieve foto's op van mijn Rollercoaster Tycoon 3 park, maar ook van andere mensen die een park bouwen. Minecraft discussies, spelletjes, kortom echt heel veel. Bedankt voor het kijken en meedoen iedereen. Doei doeg! 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 Ik hoop dat je die sterven is. Ja. Nou, dat heb ik niet gehoord. Maar Dennis is een beetje gek. Wat? Dennis houdt van Belgische soep.